Ja, Leroy, een donkere dag zo. Ja, dat is absoluut. We hadden er veel meer van verwacht. En we dachten, we gaan de punten hier thuis houden. En daar gingen we ook vol voor, hard voor getraind. Alleen, we krijgen de deksel op onze neus. Ongelukkige doelpunten. Ja, en dan stap je als verliezer van het veld. Ja, eerste helft was het spel het was wat traag. Tweede helft kwamen jullie, vooral eerste minuten, echt goed de kleedkamer uit. Ja, dat klopt. De eerste helft hadden we moeite om de openingen te vinden. Waardoor ze moeten eigenlijk sneller, waardoor je het sneller meer moet laten lopen. En nu konden ze eigenlijk vrij makkelijk overeind blijven. De eerste vijf minuten hadden we ze eigenlijk waar we ze wilden hebben. Met de hoog tempo en ze vastzetten. Alleen op het moment dat we eigenlijk goed in de wedstrijd komen, krijgen we ongelukkig doelpunt tegen. Ja, en dan kunnen ze nog meer achterover gaan lenen. En dan wordt het nog een zwaardere middag dan we eigenlijk verwacht hadden. Wat vond je van je eigen prestatie? Nou, het was niet op het niveau wat ik moet halen. Dat eerst zelf was redelijk. Bal aan de scheppen, een paar keer goed doorgekomen. Krijg ik hem net niet of net niet de juiste richting kunnen geven. Alleen in de tweede helft kom je gewoon in een... zij schieten de ballen naar voren en wij proberen die muur te breken. Ja, en dan kom je niet echt in de wedstrijd en dan maak je niet echt een deel uit. Gaan we lang spelen, maar ja, dat was eigenlijk een beetje kansloos. Ja, jullie gingen lang spelen. Je zegt ook dat kansloos is. Waar kwam dat door? We hebben daar bijna niks gecreëerd. Ze hadden natuurlijk centraal ook al relatief twee grote jongens. Dan speel je die richting daar naartoe. Dan kunnen ze eigenlijk nog makkelijker overheen, want ze hoeven niet te lopen. Die bal wordt naar hun geschoten. Dan kunnen ze hem lekker wegkoppen en wegschieten. En dan hoeven ze eigenlijk in hun positie te blijven. Kijk, je moet ze eigenlijk gewoon kapot spelen en laten lopen. En dan zag je dat ze problemen hadden. Maar wij schoten die ballen juist naar hun toe. En dan, hebben ze eigenlijk een makkelijke middag, die twee centrale verdedigers. Ja, wat zijn de punten waar je van denkt, dat dit moeten we echt mee gaan nemen naar volgende week, hier moeten we echt hard op gaan trainen? Kansen creëren. Ik denk, de eerste helft controleren we gewoon een goede wedstrijd, we komen goed de kleedkamer uit. Alleen, als je echt kijkt over de hele wedstrijd, hebben we eigenlijk vrij weinig gecreëerd. En dat is vorige week ook, hebben we ook te weinig gecreëerd en ik denk dat we daar toch... Om een wedstrijd te winnen, moet je toch kansen creëren. Dus volgende week in Rijnsburg wil je veel creëren en dan misschien er eentje inkoppen? Daar gaan we voor. Daar teken ik voor. Oké, dankjewel. Oké, dankjewel.